Easy FM. Live vanuit het World Trade Center met het nieuws uit je stad. Verzorgd door 1almere.nl. Vandaag met Pascal Frederik. Goedenavond Almere. Vandaag in de uitzending. Vrijwilligerstekort bij FC Almere. Floriade-bezoekers moeten ook stadcentrum bezoeken. En boswachter Amy, genomineerd voor You Go Girl Award. 1 Almere voor al het nieuws uit je stad. Het gaat niet goed met voetbalclub FC Almere. Er is een tekort aan vrijwilligers en het clubhuis dreigt daardoor dicht te gaan. Oud-voorzitter Remco Fens vertelt hoe dit komt. Het komt omdat wij momenteel in de consumptiemaatschappij leven. En dat houdt in ik betaal en jij draait. Als je uitrekent dat een kind gemiddeld 250 euro per seizoen betaalt. Een seizoen bestaat uit 40 weken. Met 3 activiteiten per week kom je uit op 2,08 euro per activiteit. Van minimaal een uur. En als je je kind op pianoles doet, betaal je 20 à 30 euro per 30 minuten. En dat is een beetje wat de mensen vergeten. Een vereniging is het verenigen van mensen om samen te komen, om hetzelfde doel te hebben. En hetzelfde doel is natuurlijk dat de kinderen kunnen sporten. En dat wordt nog wel eens vergeten bij een voetbalclub of een andere sportclub. Dus dat speelt ook bij andere clubs, als ik je zo goed begrijp? Ja, elke voetbalclub probeert daar zijn eigen draai aan te geven. Door de een heeft een vrijwilligersbijdrage, de ander verplicht mensen om vrijwilligerstaken te doen. En dan worden roosters gemaakt. En wij zitten nog een beetje in dubio. Wat gaan wij nu echt doen? Maar de nood is heel erg groot. En je moet mensen persoonlijk benaderen. Zelf aanmelden doen ze niet gauw. Dus je moet echt erachteraan zitten. Nou, daar heb je ook weer vrijwilligers voor nodig die dat willen doen. Ja, en dan moet je echt wel gas op geven. En dan hopen dat mensen het willen instappen. En je hoopt dat je niemand hoeft te verplichten om dingen uit te voeren. En wat betekent dat dan voor de club als er geen vrijwilligers zijn? Het kan betekenen dat je ervoor kiest dat als er geen vrijwilligers zijn om een kantine te sluiten. Het zij tijdelijk, het zij op een vaste dag omdat er niemand op staat. Dat zou dat kunnen betekenen. Wat doen vrijwilligers zoal op het moment dat ze daar actief zijn? Vrijwilligers doen kantinewerkzaamheden, wedstrijdsecretariaat, verschillende commissies, technische commissie, voetbalzaken, trainen geven, scheidsrechters, grensrechters, lijnen trekken, het terrein bijhouden, binnen schoonmaken, administratiewerkzaamheden, je hebt ledenadministrateur, een penningmeester nodig die alle financiële zaken behartigt. Dus je hebt heel veel vrijwilligers nodig voor een grote club. En als je al die activiteiten zo opnoemt, hè, dat klinkt als een behoorlijke kluif. Is de optie om op zoek te gaan naar een betaalde kracht realistisch? Dat is niet realistisch. En waarom dat niet realistisch is, omdat jij als voetbalvereniging moet je gewoon huur betalen voor de velden, huur betalen voor je kantine. Je hebt je verlichting, hè, de veldlichten, die kosten ontzettend veel geld. En je vaste lasten zijn dusdanig hoog dat er heel weinig blijft, overblijft om maar een vaste kracht in dienst te nemen. En wat zou er gebeuren als het clubhuis nou gaat sluiten? Nou, het clubhuis zal niet definitief sluiten. Hè, want er zijn altijd mensen die wel een paar uurtjes ergens in de week willen staan. Maar je kan er wel voor kiezen, bijvoorbeeld op een rustige dag, als er geen vrijwilliger is, om hem dicht te zetten. En dat betekent dat de kinderen niet een versnapering na het trainen kunnen aankopen. Of als het regent kunnen de ouders geen kopje koffie drinken. En hoe wordt het probleem op dit moment aangepakt? Op dit moment is het gewoon, je hebt vaste vrijwilligers. En vaste vrijwilligers zijn mensen die al een taak uitvoeren binnen de vereniging. En die worden eigenlijk een beetje overbelast. Doordat je die toch ook gaat benaderen om een kantinedienst te draaien. Bijvoorbeeld hè, een kantinedienst of een wedstrijd te fluiten. Terwijl ja, er genoeg ouders zijn die langs de velden staan en weer netjes naar de wedstrijd naar huis gaan. En het overlaten aan het kleine groepje vaste vrijwilligers. En om je vaste vrijwilligers niet te laten overwerken. Hè, dus dat ze te veel doen. Want als je dat gaat doen, dan ga je ze ook kwijtraken. Dan wordt het geen hobby meer. Als er geen vrijwilligers komen, dan kan dat betekenen dat het voorbestaan van een vereniging in het geding komt. Want iedereen bij onze voetbalclub FC Almere is vrijwilliger. Ze krijgen geen stuiver vanuit de vereniging. Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Het nieuws van 1 Almere. Ook via Facebook, Twitter en Instagram. Floriadebezoekers moeten straks ook het stadscentrum gaan bezoeken.
Daar wil Nick Smit, de directeur van Almere City Marketing, voor gaan zorgen. Daarom worden naast de Floriade nog veel meer evenementen georganiseerd in Almere. Ja, daar zijn we eigenlijk al op meerdere manieren mee bezig. Uiteraard ook in de vorm van de PR, hè, en de journalisten ook voeden van informatie over Almere. Ik moet zeggen, dat werkt erg goed. Dus ik vind het erg leuk om naast het verhaal van de Floriade te vertellen van waar die Floriade dan plaatsvindt en wat een mooie stad dat is. Dat heeft ons al een hele mooie plek opgeleverd in de Condé Nast Traveler. Een heel groot magazine internationaal waarin we zomaar dankzij de Floriade als Almere in de top 25 van bestemmingen voor 2022 gezet hebben. Kijk. Ja. Verder gebeurt er van alles om te zorgen dat je de Floriade overal gaat merken. We zijn druk bezig met een plan voor city dressing, dus het wordt mooi aangekleed. En er wordt van alles georganiseerd. En met name in Almere Stad is de ondernemersvereniging Almere Centrum is erg druk met het maken van een prachtig programma. Het is echt de bedoeling dat er 180 dagen, dus de duur van de Floriade, van alles te doen is in de hele stad. Maar met name in Almere Centrum is er al een flink programma voor in de maak. Ja, begreep ik nou dat er ook overal in de stad vlaggen komen te hangen? Ja, klopt, ja. Echt, ja, echt Floriade vlaggen? Ja, het moet je op geen enkele manier kunnen ontgaan dat de Floriade straks bezig is. Ja, dat gaan jullie ook in de rest van het land uitdragen? Ja, niet met al die vlaggen natuurlijk. Hè. Die blijven beperkt tot Almere. Ja, maar jullie gaan natuurlijk wel flink van deze gelegenheid gebruik maken, neem ik aan, om Almere op de kaart te zetten. Ja, absoluut. Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat mensen niet alleen voor de Floriade naar Almere komen, maar ook de stad gaan bezoeken. Ofwel tijdens de Floriade, dus door een meerdaags bezoek ervan te maken. Boek er een overnachting bij in een van de fantastische verblijfslocaties in Almere. Of kom een keertje terug. We gaan dus in ieder geval. Hoe ga je mensen nou interesseren voor een meerdaags bezoek aan Almere? Nou, door een leuk arrangement aan te bieden bijvoorbeeld. Een verblijfsaccommodatie die kan ook een kaartje erbij verkopen. En bijvoorbeeld de volgende dag een prachtige kanotocht. Nou, dan heb je een hartstikke leuk weekend Almere te pakken. Dus op die manier gaan we dat met online marketing en met print en online. Gaan we dat natuurlijk flink in de markt zetten. Ja. Ja, ik heb begrepen dat jullie nog best op zoek zijn naar vrijwilligers voor de Floriade. Wie zoek je precies en hoe kun je je aanmelden? Ja, de Floriade zelf is op zoek naar vrijwilligers om daar op het terrein te doen. Bijvoorbeeld om rondleidingen te geven of als machinist voor het treintje. Dus er zijn verschillende functies. In de stad zelf zijn we op zoek voor city hosts die het warme welkom zijn van de mensen die met de trein komen. Dus die daar als vriendelijke vraagbaak mensen zowel wijzen van nou, zo kom je bij de Floriade, maar ook. En daarna kom nog even lekker de stad in, want er is nog zo ontzettend veel leuks te doen. Dus en die kunnen zich aanmelden. Ze kunnen mailen naar info@almerecitymarketing.nl. En dan kunnen wij zorgen dat ze goed terechtkomen. Je luistert naar Easy FM met het weer voor Almere. Tijd voor het weer. Aan de telefoon hebben we Robert de Vries van Robert de Vries Weerdiensten. Robert, wat was het voor een dag vandaag? Ja, we hadden eindelijk te maken met een droge en een toch wel mooie winterdag. Vanochtend begonnen we met temperaturen dicht bij het vriespunt. Heel lokaal moesten ook mensen autoruiten krabben. Voor de rest zorgde een uitloper van een hoge drukgebied vandaag in Almere, dus voor droog weer. Einde van de dag kwam er toch uiteindelijk nog wel even een buitje voor. Maar de zon die heeft een belangrijke rol gespeeld in het beeld. Met temperaturen uiteindelijk zo rond de 7 graden. Nou, we zagen in de loop van de middag wel de zuidwestenwind wat aantrekken. En dat is toch de voorbode van een weersverandering. Want vanmiddag zagen we een storing liggen boven Engeland. En die storing weet vanavond en vannacht onze omgeving te bereiken. Het zal vanuit het westen enige tijd gaan regenen. De temperatuur die gaat vannacht dan dalen naar zo'n 2 tot 3 graden. En de wind die wakkert nog wat verder aan vanuit het zuidwesten, wordt matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Nou, morgenochtend is die regenstoring alweer uit onze stad vertrokken naar het oosten. En dan zien we toch
toch wel weer de zon van tijd tot tijd doorbreken. Maar er gaan ook nog wat buien vallen. En bij een enkele bui zou zelfs ook wat natte sneeuw kunnen gaan vallen. Nou, morgenmiddag wordt het zo'n 7 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Al met al toch wel een tikkeltje guur winterweer. Nou, in het weekend hebben we de paraplu absoluut nodig. Zaterdag is het meest bewolkt, valt er af en toe regen. Toch lijkt de meeste regen in de nacht naar zondag te vallen. En dan wordt het in de loop van zondag wel weer wat droger. Maar er valt soms nog een bui. Voor de rest zien we dan ook zondagmiddag eventjes de zon doorbreken. Temperatuur in het weekend een graad of 7 uiteindelijk. Nou, dan gaan we naar volgende week. Volgende week wordt de wisselvalligheid iets minder. Maar helemaal droog ga ik het nog niet beloven. Maar bijvoorbeeld op maandag denk ik wel een droge dag met af en toe zon. Ook vrij veel bewolking. Graad of 7. Misschien dat er op dinsdag een spatje regen valt. Dan komt er wel weer wat zachtere lucht onze kant op. We zitten zelfs dan in de buurt van de dubbele cijfers van een graad of 10. Maar in de loop van volgende week dan daalt de temperatuur toch wel weer een paar graden. Dan gaan we naar weer zo'n 6 graden de middag. 'S Nachts over het algemeen iets boven het vriespunt. Het is allemaal heel normaal voor deze tijd van januari. Maar we zitten volgende week wel alweer op de helft van de meteorologische winter. En tot nu toe is de winter nog geen hoogvlieger geweest wat betreft het aantal vorstdagen en de sneeuw. Dat zit er voorlopig ook nog niet in. Tot eind januari zien de weerkaarten er toch nog anti-winters uit voor onze omgeving. Dankjewel, Robert de Vries van Robert de Vries Weerdiensten. Dit is Easy FM. Live vanuit het World Trade Center met het nieuws uit je stad. Verzorgd door 1almere.nl. Vandaag met Pascal Frederik. Verder vandaag in de uitzending. Stad de Natuur voert campagne voor meer Almeres in de natuur. En GroenLinks had inzameling voor vluchtelingen. Dit is Easy FM met het nieuws uit je stad, verzorgd door 1 Almere. De Almeerse stichting Stad en Natuur gaat in 2022 iedere maand met de campagne proberen om Almeres meer de natuur in te krijgen. Margrieta Rengers van de stichting hoopt met de campagnes meer interesse te laten ontstaan voor de Almeerse natuur. Het eerste thema van het jaar is wandelen. Nou ja, nieuwjaar is natuurlijk altijd het moment om goede voornemens te maken. Je ziet dat veel mensen dan ook weer gaan wandelen. En met corona zijn ook steeds meer mensen gaan wandelen. En het blijkt toch wel dat het heel positief is voor mensen, voor je fysieke en je mentale gezondheid. Dus wij dachten, wij beginnen gewoon direct in januari met het thema wandelen. Want jullie zijn een campagne gestart om Almeres aan het wandelen te krijgen. Kunt u die toelichten? Ja, nou goed, wij kunnen natuurlijk vanwege corona ook niet zo heel veel organiseren, wat we normaal gesproken wel zouden doen. We vinden het toch belangrijk om mensen de natuur in te krijgen. En wandelen is gewoon een van de mooie manieren waarop dat wel kan en waarop het ook coronaproof kan. Nou, we hebben allerlei mooie locaties in Almere, kinderboerderijen, bezoekerscentrum. We zitten op de Kempaan en daar hebben we eigenlijk allemaal hele mooie wandelingen waar mensen misschien nog niet van af weten. We hebben speurtochten, we hebben bingokaarten gemaakt. Dus ook voor elk wat wils, van jong tot oud. En hoe kunnen mensen die wandeltochten vinden? Staan er bordjes of moeten ze online kijken? Ja, het zijn wandelingen die we met een app hebben gemaakt. Dus je kan hem vanaf je telefoon wandelen. Je kan hem natuurlijk ook thuis printen. Speurtochten kunnen gewoon via onze website gekocht worden. Daar zit een routebeschrijving bij. En de bingokaarten, die zijn het meest spannend, want daar zit geen route bij. Dan moet je gewoon plaatjes gaan zoeken. En die plaatjes die vind je dan overal in de natuur in Almere? Ja, dat zijn bijvoorbeeld afbeeldingen van het klokhuis in Almerepoort. Dus dan moet je rondom het klokhuis heen lopen en kijken of je het kan vinden. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen in het gebouw of dingen in de omgeving van het gebouw. En u had het over een app. Welke app is dat? We hebben Komoot gebruikt, RouteU. Dus en het staat allemaal op onze website heel duidelijk vermeld onder www.stadtenatuur.nl/wandelen. Dus daar kunnen mensen terecht voor alle wandelroutes. Bent u zelf al van de natuur in geweest? Ik heb er al bijna 25 kilometer op zitten dit jaar. En dat in 5 dagen tijd, dat is stevig. Ja, dat is knap, hè? Wat is nou uw favoriete route? Welke route zou u aanraden aan de Almerers? Ik vind zelf het Vroege Vogelbos heel erg mooi. En dan kan je, als je wat korter wilt wandelen, een prima wandeling maken. Als je wat langer wilt wandelen, kan je zelfs helemaal doorlopen naar het Kromslandpark. 1 Almere. Geef ons 30 minuten en wij geven je Almere. De afgelopen maanden zijn er een paar honderd vluchtelingen komen wonen in de nood-AZC in Almere. GroenLinks Almere Zeewolde is een nieuwjaarsinzamelactie begonnen om deze nieuwkomers een cadeautje te kunnen geven. Shari Nikshomar van GroenLinks vertelt waarom. Dit is eigenlijk omdat
we om ons heen ook nu steeds meer horen van ja, negatieve tegengeluiden, mensen voelen zich niet welkom. En we willen laten weten dat een heel groot deel van Almere ze zeker een warm welkom heeft en we er zeker voor ze zijn. Ook met dit hele kleine gebaar, terwijl we ons altijd politiek zullen blijven inzetten voor beter beleid. En voor hoeveel volwassenen en kinderen is deze actie? Ja, het is voor rond het. We hebben besloten om het toch voor het hele AZC te doen. Dus ook voor de reguliere deel. Ja. Dus daar hebben we het ongeveer 220 kinderen en zo rond de 1000 volwassenen. En wat willen jullie ze geven? Cadeautjes, maar ja, wat dan? Ja, nee, daar zaten wij ook heel een lange tijd eigenlijk mee. Hier hebben we ook goed overleg met de bewoners, maar ook met het COA over gehad. We willen namelijk, voor ons is het gewoon heel erg belangrijk dat we iets leuks kunnen geven, want het is een cadeautje, maar ook dat het iets duurzaam is. Ja. Voor kinderen is dat natuurlijk heel erg makkelijk. Daar hebben we ook de meeste donaties voor. Leuke speelsetjes, Lego, knutselgerij, schriftjes, pennen. Dat is allemaal heel erg welkom. En voor de volwassenen zijn we op dit moment ook aan het kijken of we misschien fietsleenservice iets kunnen voor ze kunnen realiseren. Dat we fietsen. Maar we zijn dit allemaal nog even aan het onderzoeken wat het makkelijkste is. Maar niet het makkelijkste, wat het meest gebruikt zal worden. Yeah. En waar het meeste behoefte aan is. Ja, keer 1000, dat valt niet mee, ik kan me zo voorstellen. Wat willen jullie hebben van de mensen? Je noemde al Lego. Is het de bedoeling dat je de cadeautjes zelf aandraagt? Of juist geld om het te kunnen kopen? Yes, er zijn dus eigenlijk 3 manieren waarop je ons kan helpen. Het eerste is wat jij eigenlijk al zegt. Er zijn 3 adressen of inleverlocaties verspreid over heel Almere, waar je ingepakt of niet ingepakt een cadeautje mag komen brengen. Dus gewoon een nieuw cadeautje wat je bijvoorbeeld je nichtje of je neefje of je kinderen cadeau zou doen, dat kan ingeleverd worden. De tweede manier waarop je ons kan helpen is door geld te doneren. Hier staat ook alle info voor op onze site. En dan kopen wij er een cadeautje van. Of het gaat naar het gedeelte van de fietsen bijvoorbeeld. En een derde manier om ons te helpen is eigenlijk door hier zoveel mogelijk aandacht aan te geven. Dus door deze actie echt onder het licht te brengen bij de Almeerders. Maar goed, de schenkingen komen dus al binnen, zei je net. Hè? Er zijn al cadeautjes uit, dus het loopt al. Loopt het goed of moet er nog een tandje bij? Nou ja, het loopt wel goed, maar het zijn inderdaad hele grote getallen waar we het over hebben. Ja. 1000 volwassenen, 220 kinderen. Dus de donaties en ook de cadeautjes, die komen erbij. Maar we hebben eigenlijk echt iedereen hiervoor nodig. Nog even over, want uiteindelijk is het de bedoeling dat die cadeautjes stuk worden uitgedeeld. Hè? Wanneer gaat dat gebeuren? Dat gebeurt op de 28e en de 29e. Dan hebben we afgesproken om een uitgiftedatum te doen voor alle cadeautjes van de kinderen in ieder geval. Maar hoe gaan jullie dat aanpakken? Want dan heb je een enorme hoeveelheid cadeautjes. Ik bedoel, die neem je niet in een boodschappentas mee. Nee, dus daarvoor denk ik dat we toch heen en weer moeten gaan fietsen. Dat we dat toch gaan moeten doen. Maar we hebben ook gewoon goed overleg met het COA over de wijze waarop we dit gaan organiseren. En hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Ook natuurlijk coronaproof. In Almere voor al het nieuws uit je stad. En wat speelde er vandaag onder Almeerders op social media? We hebben verslaggever Rosanne Middelhuis aan de telefoon. Rosanna. Ja, ik kwam een leuk klein nieuwtje tegen bij Omroep Flevoland over jongens die vorig jaar in Flevoland werden geboren, die het vaakst de naam Noah kregen. En bij meisjes in Flevoland was dat de naam Olivia. Nou, dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. Noah is ook landelijk gezien het populairst. De naam is maar liefst 945 keer gekozen. En voor meisjes was dat landelijk Julia. Die is 753 keer gekozen. Dus nou, vond ik wel even een leuk nieuwtje. Ander nieuws is de Almeerse rapper Boef laat op zijn Instagram weten spijt te hebben van zijn deelname aan een coronacampagne. Nou, hij werd er 2 jaar geleden door benaderd door het RIVM.
om jongeren te informeren over het coronavirus. En daar kreeg hij maar liefst 20.000 euro voor. Nou, op zijn Instagram laat hij weten daar nu niet meer achter te staan, achter dat besluit. Zo zegt hij, zelf was ik nog onwetend. Ik ging in gesprek met een arts, sporter en ex-COVID-patiënt. En we zijn nu 2 jaar verder en ik sta niet achter het beleid van de overheid. Ik ben niet voor of tegen vaccinaties, maar ik sta voor vrijheid. Nou, en dat bedrag van die campagne, die 20.000 euro, wil hij doneren aan een goed doel. En op zijn Instagram vraagt hij aan zijn fans wat hij moet doen met dat geld. Hij zegt, ik wil het graag doneren, dus aan een goed doel, of verdelen onder mijn fans. Iemand ideeën? Dus nou, heb je nog een idee? Of kun je zelf wel een centje gebruiken? Dan moet je even slijmen bij Boef. Ik wou je net vragen of er al iemand zich had aangemeld. Ja, er hebben veel mensen gereageerd. Voornamelijk voor het Kika Kankerfonds zag ik al. Een MS-fonds. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik hoop dat het geld op een goede plek terechtkomt. En dan een burenruzie. Die wordt uitgevochten in de Lelystadse rechtszaal. Tussen 2 Almeerse buren uit Almere Buiten aan de Vrijenbergstraat. Een van die buren heeft 2,5 jaar geleden een camera opgehangen in de tuin. En ja, de aanleiding was daarvoor de vele inbraken daar in de buurt. Maar de camera is voor de andere buren erg vervelend, want hij hangt te hoog, bijna 6 meter. Waardoor zij zich nogal bekeken voelen. En volgens hem draait de camera ook en heeft een groothoeklens, waardoor alles in hun tuin ook te zien is. Nou, niet zo prettig lijkt me. Maar volgens de andere buren is dat helemaal niet waar. Dus nou, dat wordt dus nu een beetje uitgevochten in de rechtszaal. En de rechter die dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Die dacht, weet je wat, ik ga gewoon zelf even kijken. Dus die is, nou, ik denk op dit moment, want het is ja donderdagmiddag zou hij gaan kijken. Om het eens met eigen ogen te bekijken of dat wel klopt, hoe die camera een beetje zit te filmen daar. Dankjewel, Rosanne. Je hoorde Rosanne Middelhuis met wat er allemaal leeft op social media onder Almeerders. Het nieuws van 1 Almere. Ook via Facebook, Twitter en Instagram. Boswachter Amy is genomineerd voor de landelijke YouGoogle Award. Amy won in 2019 de award voor Vrouw in de Media Flevoland en vindt het een waanzinnig compliment dat ze nu voor een landelijke prijs is genomineerd. Ze legt uit wat de YouGoogle Award precies inhoudt. Een aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke deskundigen die zich het afgelopen jaar zowel provinciaal als landelijk steeds meer in de media hebben laten zien. Ik ben op social media heel erg actief en daarvoor was ik in het verleden voor de provincie Flevoland al een keer genomineerd en de winnares voor de award. Dat heeft na die laatste keer zoveel hele toffe projecten, ook landelijke, voor de media mogen opleveren. Wat ik met plezier doe. Dat is waanzinnig tof om zo op die manier ook nog steeds een bredere doelgroep te bereiken voor de natuur wat Nederland te bieden heeft en het werk van een boswachter. En wat gebeurt er dan als je wint? Dan heb je een award. Dan ben je dus de vrouwelijke deskundige van dat moment voor de YouGoGirl Award. En dat is gewoon een hartstikke mooi compliment. Zowel vaker in de media als degene die de awards uitreiken. Dus dat is vaker in de media als zij spreekt. Dat zijn twee bedrijven die de handen in elkaar hebben geklapt om ervoor te zorgen dat veel meer vrouwelijke deskundigen de media of in de media komen. Want je merkt gewoon dat als je kijkt naar praatprogramma's, aan tafel, nieuws, dat soort dingen, dat er veel al nog mannelijke deskundigen worden gevraagd. En juist die vrouwelijke deskundigheid, dat op veel vlakken nog mist. En zij zetten zich daar keihard voor in. En vandaar dat zij dus een aantal nominaties en awards uitreiken elk jaar. En dat doen ze dus voor alle provincies. En dan hebben ze 2 landelijke awards, waaronder dus de YouGoGirl, wat een aanmoedigingsprijs is. En dan heb je daarna nog echt de vrouw in de media landelijk. En hoeveel stemmen heb je nodig? Geen idee, want iedereen mag natuurlijk op elkaar stemmen. En degene die de meeste stemmen wint, die krijgt natuurlijk die prachtige award en die echte erkenning. En moet ik zeggen dat echt de nominatie zelf al een mega compliment is, want je bent gewoon een van de 8 powervrouwen die gewoon een landelijke nominatie heeft gekregen. Ja, dat vind ik echt al waanzinnig natuurlijk. Maar ja, het zal hartstikke tof zijn als iedereen natuurlijk ook op mij wil stemmen. En dat kan via vrouwindemedia.nl.
En kan je dan ook zien hoeveel stemmen je op dit moment hebt? En, nee, dat blijft dus een verrassing. Nee, dus ik moet echt wachten. Je kan stemmen tot 28 januari. En dan begin februari dan maken ze bekend wie de meeste stemmen heeft gehad. En dat kunnen we helaas niet zien. Dus het blijft spannend tot het einde van deze maand. En net zozeer dat het ook spannend blijft voor de vrouwen die natuurlijk nu genomineerd zijn voor de Vrouw in de Media Flevoland. Want daar zijn van de 5 ook 4 uit Almere. En het is natuurlijk hartstikke tof dat straks voor 2021, want in 2020 reikten zij geen nominaties of awards uit. Ja, dat 2021 natuurlijk iemand anders het stokje van mij gaat overnemen. Dus voor hun blijft het ook natuurlijk nog heel erg spannend. En tot zover het 1 Almere nieuws van donderdag 6 januari, met vandaag. Het clubhuis van voetbalclub FC Almere dreigt binnenkort dicht te gaan door vrijwilligerstekort. Fijne avond en tot morgen. Het nieuws werd verzorgd door 1 Almere en Omroep Flevoland. Volg 1 Almere op tv, via de socials of gewoon op 1almere.nl.